We hebben afgelopen jaar weer flink aan de software door zitten ontwikkelen. En nou, daar kan ik het een en ander van laten zien. Maar voordat ik laat zien wat we afgelopen jaar hebben gedaan, vind ik het ook wel interessant om even nog terug te kijken naar wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. En als je dan naar je kijkt, we hebben in 2017 zijn we begonnen met de ontwikkeling van de watermodule. Nou, die is gebouwd bovenop het Tidal Geodesign platform, wat we voor een heleboel andere casus ook gebruiken. Dus ook voor bijvoorbeeld hittestress, gebiedsontwikkeling, architecten die werken ermee. Of ook aannemers als je de straat aanlegt. Dus eigenlijk een heleboel van die geodata die zit al in dat platform. En die vormt de basis waar we de watermodule bovenop hebben gebouwd. Nou, we hebben dat absoluut niet alleen gedaan. We hebben eigenlijk altijd onze software samen met klanten, in dit geval waterschappen, ontwikkeld. En dat doen we telkens in stapjes. Elk jaar weer een stapje verder. Dus om even terug te kijken, in 2017 zijn we daarmee begonnen. Toen hebben we ons eerste neerslagmodel gemaakt. En nou, dat ging heel erg over als er een zware regenbui valt, waar gaat het water dan naartoe? Dat hebben we ook voor een casus voor Kengen laten zien. Dat hebben we ook meegedaan aan de STOA benchmark. Om te bewijzen dat het goed werkte. Nou, en dat werkte en dat triggerde eigenlijk ook gelijk de vraag van ja, heel erg leuk dat je dat voor neerslag kan doen, maar we willen eigenlijk veel meer. Dus toen hebben we vervolgens in 2008 een stap gezet. En hebben we het volledige Saint-Venant model geïmplementeerd. En dat is de wiskundige basis eigenlijk waar al die hydronica op draait. Andere rekenpakketten die gebruiken eigenlijk ook diezelfde formule in de kern. Alleen de ene die lost hem op een andere manier op dan de andere. We hebben dat ding op onze manier opgelost. En dat zal ik straks ook nog wat meer van laten zien. Nou, wat dat eigenlijk, wat we daarmee konden, is dat we ook in hellend gebied en overstromingen bijvoorbeeld konden simuleren. En ook grondwater hebben we toen ook toegevoegd als een tweelaags model. Nou, 2019 bouwden we eigenlijk heel erg op door. Dat hebben we vooral een heleboel kunstwerk ook toegevoegd. We hebben meettools toegevoegd. Geocorrecties, dat is erg belangrijk. Je ziet vaak dat we lezen een heleboel data in. En nou, als het duiveltje net iets scheef zit of iets verkeerd zit, ja, dan dat doet hij niet. Dus door daar automatische correcties op te doen, of deze klopt niet, dat maakt het gebruiken een stuk makkelijker. Dus wat 2018 veel meer de kern was, is 2019 zat veel dichter bij de klant met een aantal functionaliteiten doorontwikkeld. Nou, datzelfde zie je eigenlijk ook in 2020 weer terugkomen, dat de kern die staat, maar dat het op een heleboel nieuwe vlakken als daar aan het toepassen zijn. Daar komen we straks ook nog meer op. Nou, een andere onderliggende trend is natuurlijk dat we ook telkens proberen het hele zaakje meer te kunnen laten doorrekenen. Dus waar we in 2017 nog maar 25 miljoen gridcelletjes konden doen, nou, we hebben dat op een gegeven moment 250 miljoen. In 2019 zaten we op 1 miljard, dat is wat er nu ook in de LTS draait. En inmiddels doorgerekend met 4 miljard cellen. Nou, dat is allemaal heel veel. Het is denk ik wel goed om jullie even mee te nemen in wat de Tidal software dan zo anders maakt. En dat ook zo heel erg focussen op die hoeveelheid gridcellen. Nou, dat heeft eigenlijk heel erg te maken met onze rekenkern. Wat onze watermodule en onze software eigenlijk niet maakt, is dat we eigenlijk alles volledig, en dan bedoel ik volledig op de kunstwerk na, 2D doorrekenen. Dus dat betekent dat slootjes, die zitten niet apart als 1D elementen erin gemodelleerd. Het grote voordeel daarvan is dat je model eigenlijk veel sneller direct vanuit een heleboel geodata kan worden opgebouwd. En die geodata die wordt gevoerd vanuit ons Tidal platform. En daar hebben we een heleboel verschillende publieke bronnen voor die we daarvoor koppelen. Nou, je ziet rechts in beeld zie je een aantal van die bronnen. Dus de AN bijvoorbeeld, de BGT, de BAG, de TOP10NL. Dat is allemaal heel bekend. En eigenlijk al die verschillende bronnetjes die helpen in het voeden van het model. Dus bijvoorbeeld de watergangen, die kun je als lijn inlezen. Dat doe je ook vaak als dat 1D-element doet. Maar wat je vaak ziet in werkelijkheid is dat het niet een lijn is, maar dat het is een polygon. Dus dat die wordt af en toe wat breder en wat dikker en er zitten vertakkingen in en er zitten kruispunten in. En vanuit de BGT, dat is de basisregistratie voor gemeentes bijvoorbeeld, zit daar vaak hele veel gedetailleerdere polygonen in. Nou, dat geeft extra feedback aan hoe dat water kan rondbewegen.
Ook dingen als verkeersdrempels, die komen bijvoorbeeld uit de AM, ja, die krijg je dan ook mee. Gewassen, die komen uit de basisregistratie percelen, nou, die lezen we ook in, die worden automatisch gekoppeld met attributen. Dus als daar bijvoorbeeld mais staat, of een boom of aardappels, dan heeft hij een andere worteldiepte en dat heeft invloed op het grondwatermodel. Zo gebruiken we ook bijvoorbeeld de wegen, dat een asfaltweg, dat de data die we uit de NBW-wegen rondkrijgen. Een asfaltweg die heeft een andere doorlatendheid dan bijvoorbeeld een klinkerweg, daar gaat het regen veel makkelijker doorheen. Dus zo zie je eigenlijk dat eigenlijk al die verschillende geobronnen gebruiken om ons 2D-model te voeden. En dat neemt niet weg dat dit ons default is en dat je die altijd kan overschrijven en aanvullen met je eigen data. Dus we laten er nog meer van laten zien. Dus als je vanuit de legger precies weet, deze sloot, deze watergang, die is zo diep, zo breed en zo hoek, dan kun je dat ook invoeren. Maar wat we ook vaak hebben gezien is dat de legger bijvoorbeeld de hoofdwatergang heel mooi modelleert, maar een heleboel kleine aanvoerende slootjes, die staan daar vaak niet in. Maar die staan dan wel bijvoorbeeld weer in de BGT of in de top 10 NL. Dus dan kun je eigenlijk een heel rijk datamodel in één keer opbouwen vanuit die geodata. En een aantal van jullie hebben dat ook al eerder gezien. Je leest bij ons een gebied in, het wordt allemaal ingezet en je kunt eigenlijk vrij snel al aan de slag met een doorrekening. En ik denk dat is vrij uniek aan de Tigon aanpak. Je hoeft dus niet al die 1D-elementen van die sloten aan elkaar te koppelen en goed te zetten, maar je kunt wel vrij simpel vanuit die basisdata gaan rekenen. Nou, dat is natuurlijk heel erg leuk. Er zit één groot nadeel aan. En dat is 2D is alleen mogelijk als je heel veel kleine gridcelletjes doet. Wij krijgen ook vaak de vraag, ja, hoeveel gridcellen dan? Ik heb hier bovenaan twee tekeningetjes laten zien. Stel dat die blauwe lijn een sloot is. De gridcelletjes zijn bij ons altijd vierkantjes. Als je dus van het ene naar het andere vierkantje loopt, dan kan die sloot goed doorstromen. Loopt de sloot schuin en er zit maar één celletje ertussen. Ja, dan krijg je allerlei artefacts en dan zie je dat het water niet mooi door die sloot heen kan stromen. Dit gaat nogal over redelijk kleine gridcelletjes. Maar je ziet dus ook een heleboel andere rekenpakketten. Ja, die hebben vaak gridcellen van 10, 20 vierkante meter. En dan is het eigenlijk onmogelijk om een sloot mee te modelleren. Dan zijn er ook allerlei tussenoplossingen. Ik weet dat Deltaris dat als laatste, die hebben dan bijvoorbeeld dat ze een grid draaien. En je kunt ook een subgrid toevoegen. En dat zijn allemaal methodes om er nog net wat meer uit te halen. Maar als je gewoon heel veel gridcelletjes kunt gebruiken, dat is in essentie veel simpeler, want dan kun je namelijk het model sneller opbouwen. Het is alleen heel mogelijk, maar je moet daarvoor alleen wel heel veel gridcellen hebben. En dat is ook de reden dat best veel focus heeft in onze ontwikkeling. Dat ik ook op de eerste sheet liet zien van we gingen van 25 miljoen naar 100 miljoen, naar een miljard, naar 4 miljard nu. Vervolgens ook de vraag hoeveel gridcellen zijn al voldoende. Dat ligt dus ook een beetje aan wat je aan het modelleren bent. Als jij een riviersysteem aan het modelleren bent en die rivieren zijn 50 meter breed, dat is 5 meter gridcel, dus meer dan voldoende. Ik hou dat vaak een beetje als vuistregel, je moet in ieder geval 4 cellen breed erin kunnen doen. Dus een hoogwatersysteem, dan zit je zo'n 4 meter tot 10 meter brede sloten, dan zit je op tussen de 1 en 2 meter gridcellen. Kleine poldersslootjes van 2 meter, dan zit je op een halve meter. En we hebben ook wel eens gezien dat er af en toe nog kleinere slootjes zitten. Jan Jelle bijvoorbeeld van Rijnland, die liep daar tegenaan. In een onderdeel van de polder zaten een aantal hele kleine slootjes. En dan zag ik een soort rare opstuwing. Dus daar hebben we dit jaar ook een extra optie nog voor ingebouwd. En dat is de Increased Dam. Die zit bij de Advanced Options. En dan levert de hoogtekaart in zelfs op 0,25 centimeter. Of 25 centimeter, sorry. Zodat je ook slootjes van zeg maar een meter nog kan doorrekenen. Ik dacht het is goed om dat ook even nog mee te geven, want we krijgen hier vaak vragen over. Dat is natuurlijk heel leuk. Je kunt gridcelletjes heel klein maken. Maar dat betekent wel dat je heel veel data hebt en kleine celletjes waar water doorheen stroomt, betekent ook hele kleine reekstapjes die je dan nodig hebt.
En de grap is eigenlijk dat je, zeker als je naar een miljard gridcellen toe gaat, dat is niet meer te doen op een standaard computer. Dat lukt je niet. De hoeveelheid data ook die rondkomt, die wordt op een gegeven moment zo groot, dat krijgen we er niet meer doorheen. En ook de hoeveelheid rekenkernen, komen ook veel tekort. Dus je kunt eigenlijk dit soort berekeningen, als je heel veel gridcellen doet op hele kleine schaal, kun je eigenlijk alleen maar oplossen als je die massive parallel gaat oplossen. Dat is de terminologie uit de computerwereld. En als je iets massief parallel wil oplossen, ja, dat betekent ook gewoon dat je een ander software-algoritme erin moet bouwen. En ook een ander type hardware. Nou, voor de hardware gebruikt Tigon al sinds een aantal jaren vooral GPU's. En GPU's die komen origineel uit de videokaarten. Dus daar werden vroeger de games daarmee aangestuurd. En als je een game speelt, heb je wellicht allemaal wel eens gedaan, dan zijn er een heleboel pixeltjes op je scherm, die moeten telkens worden geüpdate. En dat update van al die pixeltjes, dat kost veel tijd. Daar moet ik rekenen. Kun je de microfoon aanzetten? Deze moet je microfoon opzetten, sorry hoor. Zo, ben ik nog te horen? Ik heb deze niet gezet. Oké, nou, we gaan weer verder. Die GPU's die zijn dus heel erg goed een heleboel kleine taakjes parallel te doen. Dat deden ze al vroeger bij de games. Met elk pixeltje werd apart berekend. En wat je nu eigenlijk ziet is dat sinds een jaar of 5, 6, daarvoor werd het ook al gedaan, maar sinds de afgelopen 5 jaar is dat enorm opgekomen. Zo is die GPU's ook gaan gebruiken om andere dingen mee te doen. Namelijk allerlei simulaties mee door te rekenen. Artificial intelligence applicaties bijvoorbeeld, die draaien alleen maar op GPU's. Dus als je nu ook naar de top 100 van supercomputers in de wereld kijkt, waar dat 10 jaar geleden nog allemaal CPU-gedreven machines waren, zijn dat allemaal GPU's tegenwoordig. Ongeveer op 70-80%. Dus die ontwikkeling die is echt enorm. En wat die GPU mogelijk maakt, is dat je dus een heleboel berekeningen tegelijkertijd naast elkaar kan doen. En het cluster wat wij hier bijvoorbeeld gebruiken, daar kunnen we 100.000 parallele berekeningen mee doen. En nou ja, op een standaard computer kun je misschien, als je daar 4 cores op hebt, kun je 4 berekeningen doen. Met multithreading worden dat misschien 8. Op een zware server worden dat 20, 30. Maar je komt nooit aan die honderdduizenden die GPU's kunnen doen. Het is ook niet zo dat het 1 GPU is, maar het zijn een aantal die aan elkaar vastgeknoopt zijn. Nou, dat vraagt dus een ander type hardware en ook een ander type software-algoritme. Namelijk dat je het helemaal goed moet paralleliseren en moet opdelen in allemaal kleine efficiënte stukjes die te berekenen zijn. Nou, en die software-algoritmes, daar hebben we de afgelopen tijd heel veel tijd in gestoken om die beter te krijgen. Rechts in beeld zien jullie ook nog een plaatje van een CPU en een GPU. De GPU, al die groene vierkantjes, dat zijn allemaal rekenkernen. Dat zijn duizenden per apparaat. Maar een CPU, die heeft er misschien 8 of de allergrootste, die zitten nu op 64 volgens mij. Dus dat is een in de kern een totaal andere oplossing. Ik heb ook wel eens gesprekken gehad over hoeveel zou je dan op een CPU wel kunnen doen nog qua cellen. Nou, dan zit je veel pakketten, bijvoorbeeld met Altaris heb ik het over gehad, die komen tot 1 miljoen. Als je nog wat verder rekt, kom je misschien tot 10 miljoen. Maar de 100 miljoen die ga je nooit halen. Neemt niet weg dat die GPU's heel goed parallel al die dingen kunnen berekenen, dat we ook die software steeds sneller moeten maken. En we hebben dit jaar ook weer een aantal stappen in gemaakt om dat weer verder op te rekken. En eigenlijk de eerste stap die we erin hebben gedaan, die hebben we al in maart van dit jaar gedaan, is dat we eigenlijk ons interne dataformaat hebben herschreven, zodat we niet meer beperkt werden tot 32 bit, dat zijn namelijk 2 miljard getallen kun je daarmee maken, dus 2 miljard cellen. Dat geen grens meer is. Dus nu kunnen we ineens bij 2 miljard, dat is ook zo'n fysieke grens die dan als het ware tegenkomt. Dus we kunnen nu 4 miljard cellen rekenen. Dat is eigenlijk hoeveel hardware je er tegenaan zet. Ik denk dat 16 miljard en 32 miljard in de toekomst ook heel goed mogelijk is. Nou, GPU's zelf die worden ook elk jaar weer sneller. Dus dit jaar Nvidia is de grootste bouwer op dat gebied. Die heeft ook weer een nieuwe generatie gereleased. Het zijn de Ampère
generatie is dat. En die zijn ook wederom een aantal factoren weer sneller dan de voorgaande. Dus als je die grafiek ook ziet, die gaat heel erg hard. En er is ook geen voorspelling dat dat in de komende tijd minder hard kan gaan. Dus alleen al door telkens nieuwe hardware te nemen, kan je model sneller draaien. Nou, een ander ding wat we dit jaar ook hebben gedaan, is dat we graphs en streaming launches hebben geïmplementeerd. Dat is heel technisch, dus dat zal ik niet te veel detail over geven. Maar dat zorgt in ieder geval dat het rekenmodel ook alweer 30% sneller is. Iets wat best wel handig is. En dat is iets wat we nu ook al konden implementeren. Een ander ding waar we nu nog mee in de testfase zitten, is local timestepping. En wat je daarbij eigenlijk doet, is dat je bepaalde delen waar het water heel hard stroomt, dat je die een aantal extra rekenstapjes doet. En de delen waar het niet zoveel gebeurt, dat je die met minder rekenstapjes kan doorrekenen. Nou, daar heb ik al testjes mee gedraaid en dan zie je ook dat de factor 2-3 sneller kan gaan. Dus ook dit jaar proberen we weer de grens verder op te rekken. Maar neem niet weg dat er ook mensen zijn die grondwaterbreking bijvoorbeeld willen doen. En dan zijn ze niet zo heel erg geïnteresseerd in lokale pieken, maar je wil het wel echt over langere periodes doorrekenen. Dus je wil een jaar rond of een aantal jaren berekenen, zodat je bijvoorbeeld je gemiddelde waterstand, gemiddelde hoogste en gemiddelde laagste waterstand kan berekenen. Ja, en eigenlijk daar zie je wel dat, ja, dan loop je echt tegen de grens aan. Want die berekeningen die kunnen heel lang gaan duren. Dus daar zijn we ook nu mee bezig om te kijken of we die watergangen meer als een soort bakje daarin kunnen modelleren. Dan ben je minder geïnteresseerd in de pieken, maar meer in een jaar rond. Dus dat gaat veel meer om een gemiddelde. En de eerste testjes wijzen al uit dat het in ieder geval 30, 40 keer sneller is. En ja, misschien nog wel meer. Dus dat zijn in ieder geval een aantal ontwikkelingen in de rekenkern die we aan het doen zijn. Florian die vroeg ook, wil je hier een stukje over uitleggen? Waar zijn die stappen in die core software? Ja, als klant loop je daar niet direct tegenaan. Maar het is wel belangrijk om te benadrukken dat we daar telkens weer een stapje in willen maken. En dat we telkens blijven doorontwikkelen. Dus als je nu een berekening doet en hij doet er misschien een half uur over. Zou het zomaar kunnen dat hij volgend jaar het in een kwartiertje doet of nog sneller. Een ander experiment waar we mee bezig zijn geweest zijn de rivieren. En dat gaat ook vooral ook over de schaalgrootte. Dus onze software traditioneel was dat op gebieden van 5 kilometer, 10 kilometer. Vorig jaar hebben we dat opgerekt naar 30 kilometer. Inmiddels zijn we zover dat we ook veel grotere gebieden kunnen doorrekenen. Dus in dit voorbeeld bijvoorbeeld reken ik de Waal door. En dat is al een gebied van volgens mij 100 kilometer. En de server die trekt dat helemaal. We lopen nog tegen het probleem aan dat vooral de client, die moet ook al die data verwerken, die heeft het daar nog wat zwaar mee. Maar de server zelf, die rekent het gewoon prima door. En dat creëert ook gelijk een aantal nieuwe uitdagingen. Als je zo'n rivier gaat simuleren, dat is toch wat anders dan een kleine polder. Maar het kan wel. Nou, een van de dingen die we bijvoorbeeld daarin tegenkwamen, die kwamen ook uit een test terug van een aantal mensen die daarmee aan de slag waren, is dat onze stuwen, die werden altijd gemodelleerd als een verbinding tussen twee cellen. Dus van de ene cel naar de andere cel. En dat gaat heel goed bij een polder, want dan, die cellen die zijn een halve meter breed en die duiker is ook een halve meter breed, dus dat gaat prima. Alleen wat je bij rivieren ziet, als zo'n rivier 100 meter breed is, ja, dan wil je dat niet. We hadden dus ook mensen die rivieren aan het simuleren. Een enorme opstuwing ontstond bij een grote rivierstuw. En dat zie je ook in de plaatjes op mijn scherm, het bovenste plaatje. Dan zie je dat je ziet de stroombaan. Dan zie je dat er een heleboel opstuwing eigenlijk ontstaat bij de ingang van de stuw, rond het middelste celletje. En die wordt dan naar de andere kant, gaat hij door de stuw en dan komt hier, gaat hij weer verder in de rivier. Dan zie je ook weer dat hier een soort piek ontstaat en dat zich verspreidt. Dus als je met de huidige LTS dit doorrekent, dan ga je dit patroon zien als je de stroombanen ziet. Nou, wat we hebben gedaan is dat we dit jaar die stuwen en ook de inlaten en de duikers, et cetera, hebben gekeken naar die breedte die daarin zit en hebben die ingang en die uitgangscellen, die hebben we als het ware breder gemaakt. Dus in de nieuwe situatie gaat hij over dit hele vlak, water innemen. Dat gaat door de stuw en dat wordt aan de andere kant weer over het hele vlak uitgestuurd.
En ik zie dus eigenlijk dat die stuwen veel stabieler en natuurlijker stroming veroorzaakt. Dus je hebt niet meer die opstuwing naar één cel. En aan deze kant zie je ook dat die banen er weer veel stabieler uitkomen. Ik weet ook dat we dat een aantal casus getest en je krijgt ook significant andere uitkomsten, omdat je gewoon je bent minder water aan het opstuwen. Dus ik denk dat dat een hele belangrijke stap is ook in het simuleren van rivieren in de Tarcon software. Dat je naar dit soort dingen ook kijkt. En het zit eigenlijk op de connectie tussen het 2D-grid en het 1D-element zijn die stuwen. We hebben dat overigens ook geïmplementeerd voor duikers en voor inlaten en voor uitlaten. En die in- en uitlaten die zijn ook vooral handig als je een rivier simuleert om de randen daarvan te simuleren. Dus je kunt bijvoorbeeld aan de ene kant zeggen, dit is een inlaat. Daar komt op een bepaald waterniveau of een aantal kubus, een bepaald gebied, komt daar water in. En aan de andere kant gaat dat weer een gebied uit. Dat kun je heel mooi met die in- en uitlaten simuleren. En die kunnen nu ook over de hele breedte doen. Dus niet alleen op één punt, maar over de hele breedte van de rivier. Je kunt dat ook gebruiken bijvoorbeeld als je weet, er komt zoveel water over mijn kering heen. En ik wil daarvan een berekening doen van wat gebeurt er dan. Ook een klein detail daarin is nog dat de duikers, die waren altijd rond. Er waren ook een aantal mensen die zeiden, ik wil hem ook graag vierkant hebben. Dat hebben we inmiddels ook geïmplementeerd. En die duikers die kun je ook gebruiken bijvoorbeeld voor viaducten onder snelwegen door. Waar je echt een grotere bak hebt en die niet een ronde hebben, maar die een vierkant hebben. Een ander ding is bij die rivieren is het formaat waarop je aan het rekenen bent. Die rivieren die slingeren door het landschap heen. En als je dan een berekening wilt doen, dan ben je niet altijd geïnteresseerd in het hele gebied. Dus ik heb hier een kaart, dat is in onze Tarcon software, ook een screenshot gemaakt. Waarin we heel Nederland hebben ingeladen. En dat gaat ook prima. Alleen eigenlijk het deel waar ik in geïnteresseerd ben, als ik een grote rivier in Nederland wil simuleren, is eigenlijk alleen het rode vlak. Aan de onderkant de Maas, dan heb je in het midden heb je de Waal en de Rijn. En de IJssel die gaat natuurlijk ook nog hier naar boven. Je zou er natuurlijk nog meer aan kunnen toevoegen. Ik zou het Amsterdam-Rijnkanaal kunnen doen. Maar ik heb voor nu even me gefocust op de drie, vier grootste rivieren in Nederland. En wat dan hieronder ergens in Brabant gebeurt, dat is niet zo heel relevant voor de overstroming van de Maas. Dus wat we hebben toegevoegd is dat je ook een soort level of detail kan inlezen. Waarbij je zegt in Wizard, ik wil alleen dit gedeelte, het rode gedeelte in mijn geval, dat wil ik op hoog detailniveau inlezen. Dus daar wil ik mijn hoge resolutie hoogtekaart. En wat daar buiten gebeurt, dat vind ik eigenlijk ook minder belangrijk. Dus, hij laat het wel in, maar op een lagere resolutie. Het grote voordeel daarvan is dat je veel minder geodata aan het inlezen bent. Dus dit is nog steeds een gebied van een paar honderd vierkante kilometer, maar het is niet de duizenden die heel Nederland groot is. Vervolgens wordt dat ook gebruikt in de doorrekening. En dan zijn er namelijk gewoon inactieve cellen. Dus je kunt, dat kun je nu ook al aangeven, je kunt een limiterend gebied opgeven en je zegt ik wil alleen maar dit gebied doorrekenen. En alles wat er buiten valt, dat ben ik niet geïnteresseerd. En wat hij dan doet, is dat hij die cellen als het ware deactiveert. Dus in mijn doorrekening van heel Nederland, 4 miljard gridcellen. Die zijn op een grootte van 5 meter zit je dan. Nou, dat is wederom 5 meter. Dat is als je een polder wil simuleren, is dat geen goed idee. Maar als je grote rivieren wil simuleren in Nederland, die toch allemaal toch vaak wel 100 meter breed zijn of meer. Dan kun je dat prima met een 5 meter gridmodel doen. Dus op die manier kon dat eigenlijk toch doorrekenen. Van die 4 miljard is dus een heel groot deel is inactief. Maar dat deel wat nog wel doorrekent, dat draait dan daardoor best wel soepel. We zijn hier testjes mee aan het doen. En we proberen dat ook steeds verder op te rekken. Maar het bewijst in ieder geval wel dat de rekenmachine die we hebben gebouwd, die kan het wel aan om gewoon een hele Nederlandse delta door te rekenen. Volvraag die ik ook al krijg, kun je ook bijvoorbeeld het hele stroomnet van de Maas doorrekenen, 600 kilometer. In principe kan dat. En zeker ook in 2021 zullen we dat ook meer testen. En de grap daarvan is eigenlijk ook dat als je dit soort grote dingen kan, dat heeft ook een heleboel voordelen voor
de kleinere gebieden en de performance daarvan. Dus die inactieve cellen die we hiervoor hebben ontwikkeld, ja, die gebruik je ook als je in een kleiner gebied bezig bent. En dat zal ook weer de rekentijd versnellen. Dan kijk je ook dynamisch, zit er water in de cel, er komt er geen regen bij, nee, er gebeurt niks. Nou, dan hoef ik hem dus ook niet door te rekenen. Nou, dat over mijn riviergebieden. Ik zie dat ik nog 10 minuten heb. Een andere belangrijke ontwikkeling die we dit jaar hebben gedaan, hebben we samen met het waterschap A en Maas hebben dat ook ontwikkeld, zijn de afwateringseenheden. En daar kwam eigenlijk de vraag van, ik ben erin geïnteresseerd als er regen valt, waar stroomt dat water nu naartoe? Komt dat in mijn hoofdsysteem terecht of komt dat in een andere kleine nevenslootje terecht? En als het in dat kleine nevenslootje terechtkomt, komt het dan uiteindelijk in mijn hoofdwatergang. Je wil dan kijken, van, nou, is deze hoofdwatergang echt belangrijk of stroomt er eigenlijk maar heel weinig door, omdat er gewoon heel weinig van het gebied op afwatert. En daar hebben we dit voorjaar hebben we daar een nieuwe overlay voor ontwikkeld, samen met AMA's. En ook op een hele gebied getest, dus ook een 60 kilometer kaart. Wederom met 4 miljard cellen, dus daar hebben we ook al in de praktijk kunnen toepassen gelijk. En ik zal dat nu kort demonstreren hoe dat in de kern als het ware werkt. Nou, ik heb hier een gebiedje wat jullie misschien vaker hebben gezien, wie mijn presentatie vaker heeft gezien. Een stukje in Flevoland, waar ik heel vaak een dijkdoorbraak simuleer. Ik heb in dit geval hem even gebruikt voor de afwateringseenheden. En wat ik dan in dit geval bijvoorbeeld geïnteresseerd in ben, is stel dat ik hier een gemaal plaats en het gaat heel hard regenen, komt dan al het water wat hier in mijn polder valt, dus ik heb echt flinke buidel op loslaten, komt dat uiteindelijk daar in dat gemaal terecht en wordt hier daar het gebied uitgepompt. En gaat het dan naar in dit geval deze hoofdvaart of gaat het misschien naar een andere hoofdvaart? Nou, wat je dan kan doen is dat je modelleert het gebied eigenlijk zoals je dat altijd doet. Je leest het gebied in, je voegt een regenoverlast overlay voeg je toe. En daar hebben we nu een nieuw output type ook toegevoegd en dat is de service richting. Dus dat is de stroomrichting van het water als het op het land valt. Waar stroomt het dan naartoe? En op zich hadden we die er al in zitten, maar we hebben nu ook een average toegevoegd. Dat je ook een wat iets stabielere stroom krijgt. Dat je niet bij elk klein bobbeltje, dat er misschien de andere kant op stroomt. Nou, als ik die aanklik, dan zie je met pijls gevisualiseerd waar het water heen stroomt. En over tijd zal het ook een beetje nog veranderen. En op een gegeven moment gaat die stabiliseren. Nou, dus het water hier, dat stroomt allemaal naar deze sloot. En vanuit die kant stroomt het daar ook naartoe. Dat is op zich een heel vrij logisch patroon. Maar dit gebruiken we als het ware dan als input om die watersetting te berekenen. Want wat ik wil weten is, als dat water hier valt, komt het dan uiteindelijk in mijn hoofdwatergang hier terecht en komt het dan uiteindelijk ook bij dat gemaal terecht. Nou, deze richting die heb ik gewoon berekend met die wateroverlay. En die dient dan eigenlijk als input voor mijn waterscheidingsoverlay. Daar kan ik namelijk selecteren wat wil ik gebruiken. Je kunt het ook op basis van een hoogtemodel doen. Wij doen nu op basis van stroomrichting, want dat geeft eigenlijk een beter antwoord. Want vaak komen die dingen overeen, dat het water altijd van hoog naar laag stroomt. Maar water kan ook een impuls hebben en dan net even de andere kant op stromen. Dus de stroomrichting is eigenlijk daar beter in. En wat ook een voordeel daarbij is dat dat water als kleine hobbeltjes in je land zitten. Als je dus alleen naar een servicemodel kijkt, dan krijg je allemaal een soort lokale depressies waar het dan naartoe zou stromen. Maar ja, als je naar het watermodel kijkt, dan vullen die zich vanzelf op en dan stroomt het daarna weer door. Dus vandaar dat ik ook adviseer van gooi er een flinke bui op. Want dan, ja, dan worden die hobbeltjes snel opgevuld en dan zie je waar de echte stroming heen gaat. Nou, vervolgens selecteer ik dan een gebied waar ik dat op wil doen. Dat is gewoon een area die ik heb aangegeven. En dan kan ik nog aangeven wat ik dan terug wil zien. Dus de watersheds, de discharge area, dus waar het naartoe stroomt, de richting, et cetera. Ik zal nu, gezien de tijd, zal ik dat niet allemaal laten zien. Maar wat je nu al ziet is de rode gebieden, dat zijn mijn discharge area's. En dit is het gebied wat ik origineel heb aangegeven. En je ziet dat eigenlijk al die sloten daarmee gaan verbinden. En wat hij dan doet is dat hij kijkt naar, als dit mijn hoofdsloot is,
kan deze sloot erop aansluiten. En dat kan alleen ook als de duiker het water van deze sloot naar die sloot transporteert. Dus het water dat hier valt, nou, dat komt hier in de sloot en dat gaat naar die hoofdsloot toe. Dus op die manier kun je eigenlijk dan terugredeneren. Het water dat hier gaat, gaat dat daarin en gaat dat daarin. Nou, hier is dat ook het geval. Dan gaat hij hier via de achterkant. Maar als je wil dat het verder van mijn hoofdsloot afgaat, hier bijvoorbeeld gaat het mis. Ik heb hier geen duiker zitten. Ja, ik zal hem even hier pakken. Kijk, hier zit bijvoorbeeld geen duiker, dus deze sloot die is ook niet aangesloten. Dus het water wat hier terecht zal komen, dat zal hier de watergang inlopen. Maar dat gaat verder nergens naartoe. Dus het is ook een hele interessante manier om je systeem te debuggen. Want je weet nu, deze is niet verbonden met mijn hoofdsysteem, omdat hier geen duiker ligt. Ik denk in dit geval dat hij misschien via de andere kant buiten mijn gebied daar alsnog naartoe zal lopen. Maar het geeft allemaal ook extra inzicht in hoe je systeem werkt. We hadden hem ook origineel voor die waterscheiding, die afwatering, van waar stroomt dat water dan naartoe. Maar wat je ziet ook in de praktijk, dat hij ook heel erg nuttig is om gewoon je systeem beter te leren kennen en de dingen te debuggen. Dus als deze duiker bijvoorbeeld, dat het daar een verkeerde waarde in zou staan, dan is daar geen verbinding meer. En dan weet je dus van, hé, hier mist een stuk. Nou, vervolgens pakt hij de richting wederom van die wateroverlay, neemt hij daarmee. En daar kan ik dan zo'n watershedding op rekenen. En dan zie je dus dat dit hele rode gebied komt uiteindelijk hier bij het kanaal terecht. En deze twee stukjes, dit gebied hier links bijvoorbeeld niet, dat stroomt waarschijnlijk naar de hoofdwatergang daar. En wat hier zit, dat stroomt ook die kant op. Dus dan kun je ook meerdere hoofdwatergangen invoeren. En dan kijken van, nou, dit stuk land stroomt naar die kant af en die stroomt naar de andere kant af. Of misschien dat die stroomt, nou, dat is ook om te kijken wat daar gebeurt. Zit er een duiker niet goed? Zit er iets anders? Of is er misschien een weg gebouwd waar een aantal sloten langs zijn gelegd die niet in mijn informatie staan? En stroomt het daar naartoe? Dus dat is in kern hoe dit werkt. Wat ook misschien nog interessant is om te melden. We hebben hier ook wat je ook zag is dat er een aantal duikers niet in zaten. Dus we hebben ook een duikergenerator op toegepast. Volgens mij moet ik die later op de middag zal ik die nog laten zien. Die overstroming, dat is misschien ook wel leuk om te laten zien. Ik kan dus gewoon een overstroming doen op basis van de bres waar het doorheen stroomt. Maar ik kan dus nu ook een inlaat bijvoorbeeld dat laten doen. En dat kan ik dan zo doen, als ik een gebouw toevoeg. Inlaat. Dan doe ik hem over een groter gebied. Even aanklikken, dus deze. Zodat ik daar ook bijvoorbeeld flink wat water naar binnen pomp. Even vorige. Daar is dus deze optie aan toegevoegd, dat het systeem en het een area is. In dezelfde allernieuwste versie kunnen we dit ook aan de ondergrond, aan het grondwater toevoegen. Dus heb je nog zelfs een extra optie, voegt aan de grondwater toe. Maar wat ik dus nu kan doen, is dat ik over zo'n heel gebied, als het ware, mijn water daarop zet. Hetzelfde als bij de stuw, dat dat ook over een breder gebied kan gaan. Dus als ik nu mijn berekening opnieuw doe, hoop ik dat het goed gaat. Dat het wat spannend als je dit soort dingen live doet. Even rekenen. Kijk, ik heb hier nu over mijn hele gebied, kan ik in één keer water inlaten. En dat kan ik dus ook bijvoorbeeld bij zo'n rivier doen. Als dit mijn inlaatgebied is van de rivier, dan kan ik over dat hele gebied kan ik dat water erop zetten. Ik heb ook al de suggestie van iemand anders die zei, je kunt dat ook bijvoorbeeld gebruiken om in één keer alle sloten met een bepaald niveau af te voeren als je als uitlaat gebruikt. Dus tot zover. Maar had ik tot kwart voor twee de tijd van Florian.
Maxime, dankjewel. Is er één vraag die we kunnen behandelen? Er zijn er een aantal, met name van Len. Len vraagt, hoe is de service average direction bepaald? Is het een gemiddelde van de service last direction per tijdstap? Of wordt er voor iedere calculatiestap bijgehouden en vormt het daarmee een eigen laag? De tweede. Dus voor iedere tijdstap, dan gaat hij kijken, wat is daar die average? Dus het is inderdaad een eigen laag. Het is niet een gemiddelde van die last direction. Nee. Nou, dat zou ik niet willen, want dan neem je weer wederom momenten. En je wil juist over een langere tijd een gemiddelde hebben. Dus je ziet ook, als ik dit op een testkaart loslaat, dan zie je in het begin van je simulatie de eerste, terwijl ik een uur simuleer, dan zie je vooral dat in de eerste 10 minuten dat die stroomrichting nog een beetje draait, nog een beetje zijn positie vindt. Maar op een gegeven moment is die stroombaan ook vrij stabiel gedurende de rest van de simulatie. Want dan heeft het water op een gegeven moment zijn vaste route gevonden en dan varieert hij ook niet meer zoveel. En het is juist die iets langere termijn stabiele stroom, die kun je het beste gebruiken voor die waterscheidingberekening. En niet dat je hebt, nou, dan komt net even een golfje aan, dan wordt die al naar links getikt, en terwijl over een langere periode het juist wel nog die kant op stroomt.